Ja, hallo kijkers en toevallig gewoon een nieuwe video met de tweede aflevering alweer van de Minecraft Skyblock. En de vorige aflevering zijn we hier geëindigd en is het wel spannender, want er zijn al mobs en het zijn er niet weinig. Oh, dat zijn er echt veel. Dit is hoofdleef ik waarschijnlijk niet. Oké, de skeleton is dood. Oké, de creeper is weg. De spider eerst wegdoen en dan gaan we de zombie. Overleven we dit nog of niet? Het is wel heel spannend. Lijkt wel op Lord of the Rings dat we allemaal moeten vechten tegen een leger van orks. Sterf, zombie. Oké, daar zijn we ook vanaf. Oh nee, er zit ook nog skeleton, zeker. Doen nog best goed voor een zo weinig hartjes te hebben. Creeper is gevaarlijk. Oh nee, ja, ik ben dood. Helaas heb ik het niet kunnen overleven, maar we spawnen hier weer gelukkig. Even dit zo. Om ons te beschermen als er daar weer mobs gaan spawnen. Wat ik kan doen is, ja, kobbel hakken zeker. We hebben geen pickaxe meer, zeg ik. Dus moet ik het wel hier weer even met een houten pickaxe gaan doen. Oh, we hebben weer een advancement. Volgens mij is het dat je 64 kobbel hakt of zo. Ah, de dag. Begint weer te komen, dat is mooi. Kan ik weer wat dingetjes gaan doen? Want 's nachts kan ik eigenlijk alleen maar kobbel gaan hakken. Een mobspawner moet ik wel zeker gaan maken in de toekomst voor XP en de mob drops. Ah, wat een pijl. Oh, eigenlijk was deze pickaxe helemaal nutteloos, want wat al een moeder pickaxe. Kan ik ook eens wat hout hakken? Oh, ik ben mijn waterbucket vergeten. Niet zo slim. Oké, hier hebben we ons water. Ik weet niet of ik dat eilandje daar laat staan of ik het volledig ga weghalen. Dit neem ik wel mee. Dan hak ik wat. Ja. Ik moet wel zuinig omgaan met de deurt, want. Zoals je ziet is dit heel erg zeldzaam. Weet je wat, ik doe gewoon het water weg. Dan kan ik gewoon de rest allemaal van deur meenemen. Oké, ik hoop nog een sapling te krijgen. Nope, geen sapling. Ik ga het eiland iets uitbreiden. Denk langs deze kant zo. Zo. Oh, even onze pickaxe hier weer bij nemen. En deze blok heel erg snel weghalen. En dan dit door vervangen door koppel. Deur is meterschaars, dus daar moeten we niet veel van verspillen. Als het goed is, is dit dan de infinite waterpool. En. Oh nee, dat viel in de lava. Daar heb ik spijt van. Ik wil gewoon dit allemaal vervangen door kobbel. Even misschien wat lava wegdoen. Dit is veel veiliger, zodat het niet in de lava valt. Zo. En dan kan hier weer lava komen. En hebben we toch weer eens wat extra dirt. Het voordeel is mijn minder eiland is dat ik daar ook kan gaan. Of naar daar kan gaan voor extra dirt. Alleen, het zal niet veel dirt zijn. Ah, dit begint uiteindelijk ook weer te groeien. Dus het bloempje mag weg en dit mag in de plaats komen. En
Ik kan de bloem verplaatsen naar daar. Zodra mijn pickaxe kapot is, maak ik echt heel veel nieuwe pickaxes. Zo. Dit ga beginnen voor een mob spawner. Een mob spawner beginnen. Dit mag even. Laat ik het 4 breed maken. Of nee, laat het voor zekerheid 6 breed maken. Ik heb al een design in mijn hoofd voor de mob spawner. Alleen, het is niet echt zo moeilijk om te maken. Het is eigenlijk het design dat heel erg standaard is en heel erg vaak gebruikt is. Maar wel heel handig. Ja, dat vind ik wel goed als het dan handig is. Maar misschien is de mob spawner misschien wel iets voor de volgende aflevering wat we kunnen doen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken naar de video. Geef deze video een like als je het leuk vond. En dan zie ik weer terug bij een volgende video. Dus doei doei.